ze was niet te laat. Er is gewoon niemand. Nee, er is niemand inderdaad. We hebben hier een lege stoel bij ons in de studio. Eigenlijk zou Dominique de gast zijn vanavond. Ja. Maar Dominique die is verhinderd, dus die kwam niet. En toen dacht er verder niemand van, nou, we gaan die jongens uit de brand helpen. Niemand wilde te gast zijn. Helemaal niemand had zin. Nou ja, het was een beetje last minute. We hoorden vanmiddag pas dat Dominique er niet bij kon zijn. En toen hebben we alle hoop gevestigd op de mensen van Saturday Night Fever. We dachten van, die zijn er toch al. Ja. Maar die hadden alle drie belangrijkere dingen te doen met hun leven. Ja. Dus dan moeten we maar met elkaar doen weer. Nou ja, we net vroegen of Daphne nog even wat langer wilde blijven. En was het heel stotterend. Vroeg ik naar wat heb je dan te doen? Ja, belangrijke dingen. Ja. Maar, dus, ja. Ze heeft wel iets heel liefs gedaan. Ja, zeker. Ja, ik heb net even een foto. Hij zit nog niet op Him Media op Instagram. Maar ze heeft dus een... Ik pak hem er even bij. Onze koekjes gegeven. Flamingo koekoe. Nou. Ja, kijk. Dit is het. Het zijn roze flamingo-achtige koekjes met vanilla flavor. Ik wist niet eens dat bestond. Nee, ik ook niet. Maar lief Daphne, dankjewel. Ja, dankjewel Daphne, inderdaad. Maar deze hele uitzending zijn wij dus met z'n tweeën. Maar dat maakt niet uit, want we hebben van alles leuks klaarstaan. Dingetjes op het Songfestival van vanavond. Finale is straks. Ja, het is een grote dag vandaag. Het is een hele grote dag. Ik denk niet dat het voor Nederland een hele grote dag is. Zeker ook omdat Duncan Lawrence thuis zit met corona. Ja, sad. Ja, dat is echt zo zielig. Maar goed, we gaan optreden en we gaan het zien wat het gaat doen. Volgens mij zijn de bookmakers niet heel erg enthousiast erover. Heb ik trouwens al uitgezocht vanmiddag wat dat precies is, bookmakers. Oh, heb je dat uitgezocht? Ja, want we hadden het er thuis over. En toen dacht ik van, nou ja, wie zijn die mensen dan? Is dat een representatief orgaan of zo dat daarover gaat? Maar dat zijn dus blijkbaar gewoon wetkantoren uit Engeland en zo. Ja, dus dat zijn die bookmakers. We moeten vanuit gaan van mensen die gaan gokken op het Songfestival. Oh, ik ben heel benieuwd. Nou, ik ook. We gaan het straks allemaal meemaken. Maar eerst even wat Little Hims dan. Ja. Ze zijn een beetje matig, we hadden het er net over. Heb jij een Little Him? Nou ja, weet je wat het is? Ik heb deze week best wel veel gedaan. Voor school ben ik op pad geweest. Ik ben naar Culemborg geweest, gisteren naar Oosterwijk. Jawel, ik heb heel Nederland gezien. En toen dacht ik, misschien gaat mijn Little Him dan naar mijn terraservaring van afgelopen week. Ik was even in Arnhem. Op de Korenmarkt geweest. Ja, nou, ja, met drie andere mensen. En nou ja, we hadden een ober en die flikkerde het water over ons heen. En op een gegeven moment hadden iemand Prosecco besteld. En er was een glas zonder Prosecco. Ik dacht van ja, dat komt nog wel later of zo. Maar het kwam niet. Zo'n hele droge wijn was het. Het was hele droge wijn inderdaad, ja. Maar daar ging die Little Him dus ook al niet heen. En toen dacht ik, eigenlijk moet ik me er gewoon naartoe geven. Ik heb gewoon niks meegemaakt. Ik heb gewoon niemand die ik een Little Him kan geven deze week. Behalve dat je in Culemborg bent geweest. Ja, hey. Ja. Maar de Culemborg is best wel gezellig hoor. Allemaal gekleurde huizen. Ik vroeg alleen aan die gast van, nou ja, is dit dan een stad of een dorp? En heeft het dan een centrum? Beledigd dat hij was. Ja. Ja, ja, die mensen hebben ook niks anders te doen dan beledigd zijn. Wat moet je dan Culemborg doen? Ja, nou ja, het was een interviewtje van 10 minuten en toen was ik ook weer weg daar. Dus het was een enorme ervaring daar in Culemborg. Maar goed, dat was mijn week. Heb jij nog iets leuks gehad? Deze was ook een hele saaie week eigenlijk. Ja. Maar ik moet wel zeggen... kijk, er wordt natuurlijk steeds meer nu gevaccineerd. En langzaamaan zijn er steeds minder besmettingen en gaat het steeds meer open. Ik heb dat eigenlijk zelf ook wel een beetje aan den lijve mogen ondervinden deze week. Ja? Ja, het is misschien een beetje ver gezocht, maar ik heb wel een soort van kantelpunt meegemaakt. Kijk, ik ben best wel iemand die graag naar concerten gaat. Ja. Nou, dat is al een tijdje geleden dat mogelijk was. Ja. In ieder geval in normale vorm. En dus voor mij ook een tijdje geleden dat ik naar een concert ben geweest. Maar ik had wel heel veel concertkaartjes. Want 2020 zou voor mij het jaar worden dat ik echt volle bak naar concerten zou gaan. Ik had heel veel kaartjes gekocht voor die tijd al. En ja, meestal moet je dan een jaar of zo wachten voordat het plaatsvindt. Die liggen allemaal nog op stapel, dus dat komt er allemaal aan. Dus ik heb een leuk vooruitzicht, sowieso al een tijdje. Maar deze week was voor het eerst in lange tijd dat ik weer opnieuw kaartjes heb gekocht. Nou. En dan vond ik toch wel een punt dat ik dacht van ja, nou weet je zeker dat het de goede kant op gaat. Ja. Als je het aandurft om kaartjes te kopen, dan... Dat is wel een soort van gevoel van overwinning. Maar waar was het voor? Rammstein. Ik zag er dus laatst ook iets van voorbij komen. Waar komen die dan? Ja, in het Goffertpark. In het Goffertpark? Ja, dat is al 2 keer uitgesteld. Die zouden eigenlijk afgelopen jaar komen. En toen was het verplaatst naar dit jaar. En nu is het weer verplaatst naar volgend jaar. Dat concert was eigenlijk 1 concert. Dat was echt in no time uitverkocht. Ik zat toen ook keurig op tijd klaar achter een computertje om kaartjes te kopen. Ik kwam in een wachtrij terecht. En toen ik uit de wachtrij kwam, kreeg ik de melding dat het uitverkocht was. Ja. Dus ik had geen schijn van kans. Maar nu dat het de 2e keer verplaatst is, hebben ze er een extra concert aan vastgeplakt. En die kaartverkoop die begon afgelopen week. Dus ik weer keurig klaar zitten. Nou, ik heb het een schrik voor mijn leven gehad, kan ik je vertellen. Ja.
In eerste instantie had twee soorten kaartjes. Dus zeg maar heel dicht bij het podium en overige. Nou, ik wil natuurlijk dicht bij het podium. Ja. Dus ik had die aangeklikt en ik dacht, om dat zo snel als uitverkocht, doe mij maar 4 kaartjes. Dan verkopen ze lekker door, weet je wel. Even winst maken. Maar toen kwam ik eerst, had hij dat aangevinkt en dan kom je in een wachtrij. En dan moet je wachten tot een fysieke medewerker jou die kaartjes toewijst. En dan pas kun je afrekenen. Een heel raar systeem was dat. Okay. Dus ik had te wachten. En ik denk van ja, maar straks lukt het niet. En dan heb ik niks meer, weet je wel. En uiteindelijk werd dat afgewezen. Van ja, het was er niet meer of zo. Of ik was er niet doorgekomen of iets. En ze dacht van nou, doe het dan maar gewoon 2. Dat is veilig. Toen kwam ik er weer niet door. Toen dacht ik van nou, doe dan maar gewoon een normale kaart. Zeg, in ieder geval iets. Ja. En toen had ik die gewone kaartjes. Ik kon afrekenen. En toen stond er, ze worden per post opgestuurd. En ik dacht van nee, ik wil ze per e-mail. Ja. Heb ik misschien iets over het hoofd gezien? Een functie die ik kan aanvinken. Dus toen ging ik naar vorige pagina. Om te kijken of ik dat nog kon veranderen. Toen was mijn winkelmandje ineens weer leeg. Oké. Okay. En daar schrok ik me helemaal kapot van. Ik denk, ja, nou is mijn kans even kijken. Als ik nou nog, weet je wel. Nou, toch voor de zekerheid nog een keer 2 kaartjes aangevinkt. En ze waren er nog. Dus uiteindelijk, ik heb 2 kaartjes voor Ramstein. Dat was het hele moraal van het in de fucking Goffertpark. Oh, jij staat vooraan. Nee, dat niet. Oh. Maar ik ben maar er wel bij. Dicht bij het podium. Binnen de hekken. Nou, ja. Oh, dat is een applausje waard toch, hè? Dat dacht ik. Ja, ik heb laatst ook al wat kaartjes gekocht. Dus het, inderdaad, het vertrouwen is een klein beetje terug in een wat positievere evenementen. Na zomer misschien dan wel. Ja, moet nog een jaar wachten, maar goed, ja, het komt eraan. Iets wat ik nog wel vertrouwen in heb, is misschien wel november, Drift. We gaan het allemaal zien. Dus de festivalzomer is iets dichterbij, hoor. Years go by. Wil jij snel geld verdienen? Deel deze video met zoveel mogelijk mensen en klik op liken. Dan komt er geld later wel een keer. Of niet.